live in de studio, Brandon Hart. I'm clumsy, my head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping, I'm so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, causing bones. I swear I could touch the sky. Oh, I'm 10 feet tall. We'll be right back.
In this world of extremes, the savage beast has taken control. As it puts us to the test, we are at our best. With the madness as our guide, we release the true warrior inside. Def Con 1. The true warrior inside. Def Con 1. As the savage beast of the harder styles will put you to the test. With the madness as our guide, we release the true warrior inside. Def Con 1. FM.
Tell me to
much more than make believe. And I can't explain this feeling I can't contain. You can't control. Mag ik een ongelooflijk groot applaus voor Brandon Hart? Ja, lekker. En ik zou zeggen, Fabian, kom er nog even bij zitten. Want nou ja, dit was toch wel weer lekker, hoor, moet ik zeggen. Nou, dank je. Ja, dat is toch een ding. Nou ja, je zag het net zelf al kort even. Maar dat gaat los, zeg, op Twitter. Wat er allemaal mensen die er gewoon echt lekker op gaan. Waarop jij net heel kort aangaf. Het is toch anders als je in zo'n radiostudio staat. Dat je het toch niet meekrijgt of zo. Ik wil net tegen je zeggen. Wat wij moeten doen, vind ik. Ja. Iedereen hier uitnodigen. En dan hier het feest bouwen. Dat is een deal. Kijk, iedereen zat me hier aan te kijken. Oké, dan doen wij de volgende keer dat je langskomt. Dan spreken we af dat we ook een aantal gewoon diehard fans hier in de studio uitnodigen. Ja, dat vind ik een goed idee. Dan gaan we met z'n allen springen en zo. Dan gaan we echt los. Ja, maar het blijft heel raar, weet je. Je stapt dan de auto uit en normaal ben ik gewend, dan ga je naar de boeking. Ja. Ik heb het iedere keer als ik bij jullie ben, ik draai met heel veel plezier hier. Maar toch van, dat klopt dus niet. Weet je wel? En ja, ik draai heel graag op de radio. Dat is en ook dat lijkt me op zich ook het gekke. Als je dan toch weer ziet op de Twitter dat alles wel weer voorbij gaat. Maar dat je hier dus dan wel staat. Maar dan hebben we een deal voor de volgende keer dat je langskomt. Dus, ja, zeker. Ga me mailen. Dan komt volgend jaar vast goed weer. Daarnaast, naast wat je net hebt gedaan, ben je ook nog gewoon een collega van ons. Ja. Want jij bent ook gewoon in Slam Harder 1 keer per maand te horen. Ja, altijd op de... Het was altijd, dat is belangrijk om te zeggen. Was altijd de tweede zaterdag van de maand. Ja. En dat wordt nu altijd de tweede donderdag. Dat klopt. En Slam Harder gaat dus... ik weet niet of jullie het daar al eerder over gehad hebben. Maar het gaat dus naar de donderdagavond. Ja. En dan na jullie eigenlijk, hè? Ja, wij zijn eigenlijk jouw voorprogramma. Op de tweede donderdag van de maand. Of ik jullie naprogramma. Dat kan de afterparty. Ja, dat is maar net hoe je het ziet. Maar inderdaad, elke tweede donderdag van de maand. Vanaf deze maand hoor je Brandon Hart hier op Slam FM. Zeker reden om op donderdag even lekker te luisteren. En nou ja, ik zou jou willen bedanken dat je hier was. Waar sta je dit weekend? Volgens mij zaterdag 2 dingen die ik eventjes niet weet. Sorry. Zoveel. Nee, dat weet ik morgen. Nee, okay. Aan zondag Seven Sunday. En dat is echt zo slecht. Bent niet de enige, hoor, die dat heeft. We hebben er meer gehad die gewoon zeiden van even ontschoten, maar dat komt vast wel weer goed aan. We hadden zo afgesproken dat je de vragen zou doornemen. Volgende keer krijg je een heel lijstje van tevoren doorgestuurd. Hey, thanks, het was weer super gezellig. En mag ik de groeten doen ook aan
Nou. Nicky van Slim FM. Zeker. Die op vakantie is. Bij deze. Ja, ik ben zo gewend dat zij normaal daar zitten waar jullie zitten. En nu. Nou, bij deze. Heel in ieder geval. Ook bij jullie. Ook de groeten aan Nicky die ergens aan het genieten is van de mooie zon. Ja, waar zit ze? Portugal, toch? Ja. Zoiets, ja. Lekker. Maar de groeten, inderdaad. Ja. Als je luistert, Nicky, de groeten van Fabian Brennenhart. En mocht je het setje gemist hebben, check het dan vanavond terug. YouTube.com/bijIgmar. Fabian, dankjewel, man. Thanks, man. Tot volgende keer.